Hallo, Imkerend Vlaanderen. Vandaag ga ik verslag uitbrengen van het Vlaams bijenteeltprogramma. Het is de sectorsteun die we krijgen vanuit de Europese Commissie en vanuit de Vlaamse overheid. Elk draagt 50% bij. Het zijn campagnes die 3 jaar duren. En nu zitten we in de campagne 2019-2022 in het tweede werkingsjaar. Het verloop van die sectorsteun is projectmatig. Dat betekent dat er eerst een oproep is, dat er dan projectvoorstellen vanuit de lidstaten worden ingediend, die dan goedgekeurd worden en uiteindelijk tot uitvoering mogen gebracht worden. In de huidige campagne werd er door de Europese Commissie op aangedrongen om een grotere doelgerichtheid aan de dag te leggen. En daarom hebben we dus voor elk van de programmapunten deliverables, afleverbaarheden gedefinieerd en performantiecriteria. En bij de rapportering komen die telkens aan bod en wordt toelichting gegeven in hoeverre dat we de beoogde doelstellingen uiteindelijk hebben gehaald. Er zijn 6 programmapunten die liggen vast. Die heeft dus de Europese Commissie eigenlijk naar voren geschoven. En dat betreft dus de technische bijstand voor imkers en imkersgroeperingen, bestrijding van invasieve soorten en de varroamijtziekte, steun van laboratoria voor de analyse van de producten van de bijenteelt, steun voor het herstel van het communautaire bijenbestand, toegepast onderzoek en transhumance. Dit laatste is in het Vlaamse luik niet weerhouden. Het Vlaams bijenteeltprogramma dient gedragen te worden door de Vlaamse imkerij. Vandaar dat een toezichtscomité werd opgericht dat het programma uitschrijft en dat toeziet op de goede werking. Het jaar 2021 was bijzonder omdat tijdens de loop van het werkingsjaar het budget aanzienlijk verhoogd werd. Op 14 oktober 2020 werd er voor de eerste keer van in kennis gesteld. Op 13 januari werd dan bevestigd dat het beschikbare bedrag voor Vlaanderen zou oplopen van 160.000 per jaar naar 423.000 euro per jaar. Dus het programma diende volledig aangepast te worden en er werd beslist om de programmapunten die reeds weerhouden waren voor het initiële programma, om die te behouden en daarbij een aantal uitbreidingen te doen op voorstel van de sector. Dus de bijenteeltverenigingen werd terug naar huis gestuurd met de vraag om een visietekst te maken tegen eind januari. De loop van februari dan werd de discussie gevoerd over die verschillende visieteksten en hieruit is dan een zo goed als finale versie gekomen die door de projectleider aan de verschillende bijenteeltfederaties werd overgemaakt op 4 maart. Hierin was weerhouden de steun aan de gemeenschapsbijenstanden en lokale werking, gesloten wascircuit lokale bonden, bestrijding van de Aziatische hoornaar, kwaliteitszorg honing en was, risicoanalyse voor het gebruik van roofmijten en oxaalzuur, uitbreiding van selectiewerk met de Darwiniaanse selectie, bevruchting, lokale bevruchtingsstation, steun aan Aristabie Research Belgium en onderzoek naar de genetische diversiteit van de zwarte bij, het merken van koninginnen met datacarriers en PFAS-analyse op honing. Dus het toezichtscomité heeft dat inderdaad dan op 5 maart goedgekeurd en zo kon het worden voorgelegd aan de bevoegde minister en aan de Europese Commissie. Voor de uitvoering van dit project zijn we afhankelijk van voorfinanciering. We krijgen beperkte voorfinanciering van de Vlaamse overheid, niet van de Europese Commissie, die betaalt enkel de helft van de uitgaves terug. Zodanig dat we, als we op een predictie hebben gemaakt, bleek dat we dus eigenlijk de middelen ontoereikend waren en dat we dus extra voorfinanciering moesten zoeken. Die werd gevonden bij de Koninklijke Vlaamse Imkersbond en VVCB, die respectievelijk 100.000 euro en 15.000 euro dus op tafel legden.
Dan hadden we slechts 4 maanden om het project tot uitvoering te brengen. Met betrekking tot de steun voor de lokale bonden was dit bijzonder krap, omdat er nog een oproep moest gelanceerd worden. Er moest een selectie uitgevoerd worden. Programma's moesten dan uitgevoerd worden. De financiële afhandeling moest gebeuren en uiteindelijk een rapport hierover gemaakt. Het is ons finaal gelukt. Een bijzondere dank aan de 2 te werk gestelden, Ellen Daneels en Valerie Villers, die dit mee mogelijk hebben gemaakt. In wat nu volgt ga ik rapporteren over de realisaties, toch slechts een beperkt aantal van de programmapunten zullen hier aan bod komen. We beginnen met technische bijstand voor imkers en imkersgroeperingen, het programmapunt 1.6 bij een loket. Dit is het aanspreekpunt voor imkers en het grote publiek en hiervoor neem ik jullie mee naar onze website. Een van de programmapunten binnen het Klaas Bijenteeltprogramma is technische bijstand voor imkers en imkergroeperingen. Een belangrijk item daarbij is de communicatie over het programma naar de imkers en imkergroeperingen toe. Dat doen wij hoofdzakelijk via onze website van Honeybee Valley. Als we even naar de website van Honeybee Valley gaan, dan zie je dat dit hier de homepagina is. En je ziet hier onmiddellijk al de newsflash verschijnen. De newsflash, dat zijn de berichten die wij versturen naar geregistreerde imkers. En de berichten die we ook op de homepagina van onze website beschikbaar stellen. Je ziet hier de meest recente newsflash verschijnen over het analyseren van de bijwas binnen het programma. Het meest recente item komt hier op de homepagina terecht, maar je kan ook in onze zoekfunctie hier of in het archief gaan scrollen binnen al de newsflashes die in het verleden zijn verstuurd. Als je geregistreerd bent op onze website, dan ontvang je deze newsflash rechtstreeks in je mailbox en hoef je niet meer naar de website te surfen. Als je nog niet geregistreerd zou zijn, dan kan je dat doen door hier rechts op de pagina te gaan inloggen. Ik ben hier nu ingelogd, maar als ik nu uitlog, dan zou je hier rechts moeten zien verschijnen nog geen account, registreer hier. Als je daarop klikt, zie je dat je een aantal items moet invullen en waarbij je gewoon door op registreren te klikken een account hebt op onze website en op die manier rechtstreeks onze newsflash kan ontvangen. Een belangrijk nieuw item dat we hebben toegevoegd aan onze website nu is het bijloket. Je ziet het hier verschijnen, het meeste linkse woord onder de balk met de witte woorden, namelijk het bijloket. Met het bijloket willen we eigenlijk de communicatie over het Vlaams Bijenteeltprogramma nog verder doorduwen. Dus als je hierop klikt, dan zie je een kleine infopagina met een klein beetje informatie over wat het bijloket precies inhoudt. En links in de navigatiebalk kan je gaan scrollen naar wat je precies gaat zoeken. Onderaan krijg je nuttige links te zien. Als je daarop klikt, dan krijg je een doorverwijzing naar allerlei andere websites die mogelijk jou kunnen meer informatie bieden. Maar je kan hier ook de helpdesk terugvinden. Een helpdesk is eigenlijk een manier om vragen die veel imkers en veel anderen hebben, om die op onze website te gaan zoeken. We hebben het op die manier opgevat dat we hier een invulformulier hebben voorzien waarbij je uw vraag aan ons kan stellen. Dat kon tot op heden eigenlijk alleen maar door een e-mail te sturen naar info@honeybeevalley.eu. Maar dat kan je nu ook doen door hier het invulformulier in te vullen. Je ziet hierbij dat je kan gaan kiezen tussen verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld, je kan een vraag stellen over een bijenproduct. Onderaan kan je dan een omschrijving ingeven. Je kan bijvoorbeeld een vraag hebben over honing. Je kan hier dan uw vraag gaan toelichten, dus meer informatie gaan geven over uw vraag. En daarbij kan je ook eventueel foto's gaan uploaden. Je ziet hier een tool waarbij je een foto kan gaan uploaden, wat mogelijk wel interessant kan zijn om meer informatie over uw vraag te geven. Je vult er ook uw naam in en uw e-mailadres. En indien je wenst, kan je ook je telefoonnummer en je locatie achterlaten. Als je op verzenden klikt, dan komt die vraag bij ons terecht. Je krijgt hier te zien dat wij je vraag zo spoedig mogelijk zullen beantwoorden. En dat zullen we dan doen via het e-mailadres dat je hebt achtergelaten of eventueel door telefonisch contact op te nemen met u.
Vragen die veel bij ons terechtkomen, die hebben wij opgelijst en die hebben we in de vorm van FAQ-lijsten opgesteld. FAQ staat voor Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen, waarvan we nu één lijst al op de website hebben geplaatst, namelijk over COVID-19 en IMKRI. Je ziet in de navigatiebalk links dat je daar ook naar rechtstreeks kan naartoe gaan. Als je op deze klikt, dan zie je eigenlijk de FAQ-lijst verschijnen. Op deze manier, waarbij je op dit moment 16 vragen te zien krijgt. En als je op de vraag klikt, dan krijg je hierbij het antwoord te zien. Op die manier zouden we dus voor de andere onderwerpen die daarnet in het invulformulier konden aangevinkt worden, gaan we ook op die manier lijsten opstellen met vragen die veel bij ons terechtkomen, waarvan we het antwoord hier op de website zullen beschikbaar stellen. Op die manier kun je eigenlijk al een zelf aan de slag gaan en eventueel het mogelijke antwoord op uw vraag al gaan opzoeken. En indien uw vraag er niet tussen zit, kan je natuurlijk altijd uw vraag stellen door het invulformulier in te vullen. Programmapunten 1.7 en 1.9 ga ik gezamenlijk behandelen. Het betreft de bijenstanden lokale werking en gesloten wascircuit lokale bonden. De modaliteiten hiervoor werden dus verspreid onder de imkerij via de nieuwsflesjes van Honeybee Valley en de websites van de imkerkoepels. In totaal werden 62 steunaanvragen ingediend, met name 27 voor de gemeenschapsbijenstanden en 35 voor de gesloten waskringloop. 16 verenigingen hebben 2 of 3 aanvragen ingediend voor een totaal van €140.000. De steunaanvraag voor de gemeenschapsbijenstanden liep op tot 74.000 ongeveer, waarvan ongeveer 62.000 is goedgekeurd. 22.400 in het tweede werkingsjaar en 39.400 in het derde werkingsjaar. Het betreft onder andere spiraaldeegmenger, apidea-kastjes, honingslingers, materiaal voor koninginnenteelt, audiomateriaal, demokasten, beschermkledij voor kinderen, bijenkasten, schuthuisjes voor EWK's, digitale monitoringssystemen en de verharding van de inrit naar de bijhal. De steunaanvraag gesloten waskringloop liep op ten bedrage van 61.000 ongeveer. Hiervan werd 43.000 ongeveer goedgekeurd, allemaal in het tweede werkingsjaar. Dat betreft 21 waswafeltoestellen, 1 herstelling aan een waswafeltoestel, 15 stoomwasmelters, 26 wasmelters, 1 waspers en een paletkist voor waswafels. Deze programmapunten werden bijzonder goed onthaald. We laten enkele imkers, in dit geval uit Deinze, even aan het woord. Hallo imkers, ik ben Edwin Revijn, bestuurslid van Imkersbond Deinze en de beheerder van de educatieve bijenstand van de provincie Oost-Vlaanderen, de Brielmeersen. Wij zijn natuurlijk heel blij met hetgeen we kunnen aankopen, hebben ze van het Vlaams bijenteeltprogramma. Het eerste is, ons oude wastoestel was aan vervanging toe wat betreft de mallen. Deze zijn beide vervangen en het is nu zo goed als nieuw. We hebben dan ook geopteerd om een nieuwje te kopen, een groter formaat. En gezien we steeds meer en meer imkers hebben die gebruik maken van onze wasgietaren, en we vroeger ons behielpen met de klassieke frietketels, die ja, toch een klein beetje gevaarlijker zijn, want de thermostaat werd dan dikwijls niet goed niet meer, hebben we nu besloten ze om te werken met gastronormen. We hebben er 3 aangeschaft. Bijvoorbeeld een imker die maar 1,5 kilo heeft, dan kunnen we dus de kleine stukjes gebruiken. Hebben we dus een klant die heel veel was laat gieten, dan kunnen we daar de grote in passen. Ja, wij zijn dus heel blij met de financiële tussenkomst van het bijenteeltprogramma. Dank u daarvoor.
We zijn beland aan steun van laboratoria voor analyse van de producten van de bijenteelt. 3.1, kwaliteitszorg honing. Deze hebben we dus verder gezet naar de goede traditie van de voorbije jaren. En het betreft dus een beoordeling van de presentatie, de smaak, de kristalstructuur en van een aantal chemische en fysische eigenschappen, met name vochtgehalte, invertase, activiteit, hydroxymethylfurfuralgehalte, de meting van de elektrische geleidbaarheid en de specifieke rotatie. Voor het bijenteeltjaar 2021 was een budget voor 110 vrijwillige ingestuurde stalen beschikbaar. Daarvan werd op 30 augustus, we hebben op 30 augustus reeds 69 stalen ontvangen en 37 daarvan zijn reeds geanalyseerd. Er zullen ook 3 stalen herbemonsterd worden, dus het ILVO zal ter plekke bij Imkers een tweede staalname nemen van hetzelfde lot dat vrijwillig is ingestuurd. En daarnaast zijn er ook nog 8 onaangekondigde staalnames die voorzien zijn. Dus voorlopig is het zo dat 9 op de 37 geanalyseerde stalen er een probleem was, niet conformiteit met de vigerende wetgeving wat betreft de etiketering. Er ontbraken gegevens of er was foutieve of waren foutieve of misleidende gegevens op de etiketten. Het rapport van het bijenteeltjaar 2021 zal details bevatten van het voorgaande jaar. En dus voor de details van het lopende jaar zult u naar het programma van volgend jaar moeten grijpen. Wat betreft de kwaliteitszorg bij een was, hiervoor geef ik graag het woord aan dokter Ellen Daniels. Naast de honinganalyses die reeds vele jaren met het Frans bijenteeltprogramma worden uitgevoerd, hebben we in de huidige campagne ook beslist om analyses uit te voeren op bijenwas. Hierbij hebben we in 2020 35 stalen van Vlaamse imkers kunnen onderzoeken en in 2021 46. Recent werd de oproep gelanceerd om ook in 2022 opnieuw analyses uit te voeren en hierbij gaan we 63 wasstalen kunnen laten onderzoeken. Die stalen die worden onderzocht op meer dan 300 pesticidenresiduen. Hiervoor verzamelen we de was bij de Vlaamse imkers en sturen we die op naar Intertek in Duitsland, die deze analyses uitvoert. Daarnaast gaan we ook nog de was gaan onderzoeken op vervalsing met paraffine, carnauba-was enzovoort. Hier op deze slide zie je de lijst van de pesticidenresiduen die konden worden teruggevonden in de was van 2020 en 2021. Van de 300 of meer dan 300 pesticidenresiduen konden we er dus 48 terugvinden in de Vlaamse wasstalen. De kleuren die je hier ziet weergegeven, die geven de toxiciteit van het product weer in de bijenwas. Als dat rood is, dan is dat een zeer toxisch product en een groot risico, dus dat het een groot risico inhoudt voor de gezondheid van de bijen. Als het groen is, dan is het eigenlijk niet toxisch. Die toxiciteit die is bepaald door de contactdosis die dit product heeft en waarbij het na 48 uur de helft van de bijen kan afdoden. Dus de LD50-waarde van deze stoffen die bepaalt eigenlijk de toxiciteit van het product voor de bijen. Als we in 2020 de wasstalen hebben vergeleken, dan krijg je dergelijke grafiek waarbij je onderaan de origine van de was terugvindt. Dus links zie je dan imkers die een gesloten waskringloop aanhouden voor minder dan 5 tot 10 of meer dan 10 jaar. En zij hadden een was ingediend die uit de broedkamer en uit de honingkamer kwam. Hier zie je dan wasstalen die zegelwas bevatten. En dan rechts zie je eigenlijk imkers die geen waskringloop aanhielden, maar die enkel die was uit de broedkamer hadden ingediend voor onderzoek. Hierbij valt het al eigenlijk op dat de stalen waar zegelwas in zat, dat deze het minst aantal pesticidenresiduen bevatten. Ze waren er echter niet vrij van. Dat betekent dat eigenlijk de zegelwas ook niet vrij van pesticidenresiduen was. En hieruit concluderen we dat eigenlijk de zegelwas
ook door bijen niet volledig alleen nieuwe productie van was is, maar dat, daar ook, dat die bijen ook was die in de kast zich bevindt, gaan hergebruiken om de celdeksels te produceren om honing te gaan afdekken. Nu, het aantal pesticidenresiduen in die wasstalen zegt op zich niet zoveel. Eigenlijk moeten we gaan kijken naar wat houden deze producten die zich in de was bevinden, houden die een zeker risico in voor de gezondheid van de bijen. Daarvoor moeten we een risicoquotient gaan berekenen. Die risicoquotienten die zijn we gaan bepalen door de hoeveelheid van de stof die werd teruggevonden in het staal, door daar eigenlijk in rekening te brengen die LD50-waarde. Dus eigenlijk die toxiciteit van die stof en hoe hogere concentratie zich die stof bevond, hoe hoger het risico was voor de bijgezondheid. Zo konden voor al de verschillende pesticidenresiduen die in een staal werden teruggevonden, konden we dat gaan optellen. En ga je eigenlijk een bepaalde waarde krijgen waaruit je kunt concluderen of dat je wasstaal een zeker risico inhoudt voor de bijgezondheid of niet. Nou, als we dat deden voor de stalen die werden ingediend in 2020, dan komen we dergelijke grafiek uit, waarbij je dus nu op de y-as het risicoquotient ziet weergegeven. Hierbij valt het onmiddellijk op dat de stalen die was bevatten die uit het broednest kwam, dat deze imkers of dat deze stalen een hoger risico inhielden voor de gezondheid van de bijen. En dan wordt eigenlijk de risicoquotient vooral bepaald door de aanwezige acariciden die zich in die was bevinden. En acariciden zijn dus eigenlijk de producten die door de imkers zelf worden gebruikt om de varroamijt te bestrijden. De was die uit het broedkamer komt, die wordt dus eigenlijk als het hoogst risicovol aanzien en wordt dus eigenlijk beter uit de waskringloop vermeden. Nu, de stalen van 2021, daarbij zijn we eens gaan kijken naar hoe lang dat de imker een waskringloop aanhoudt. Hierbij zie je links de stalen van imkers die minder dan 5 jaar een gesloten waskringloop aanhouden. In het midden zijn het imkers die 5 tot 10 jaar een kringloop aanhouden en rechts meer dan 10 jaar. Als we dan eens gaan kijken naar de blauwe balken, daarin zitten stalen waar dat enkel honingwas en zegelwas zich in bevindt. En dan zie je dat eigenlijk hoe langer de imker de waskringloop aanhoudt, hoe minder pesticidenresiduen konden worden teruggevonden in die stalen. Dat was echter niet het geval voor imkers die een waskringloop aanhouden van was die zowel uit de honingkamer als zegelwas bevatten, maar ook daarnaast nog eens was uit het broednest. Daarbij zagen we dus eigenlijk geen daling van het aantal pesticidenresiduen. Wat ook weer bevestigt dat het beter is om de was uit de broedkamer niet in de kringloop te houden. Dit zijn opnieuw het aantal pesticidenresiduen. Als we dat gaan omzetten naar de risicoquotienten, dan zie je onmiddellijk al grote foutenvlaggen. Dat betekent, of dat komt doordat er niet zoveel stalen in die groepen zich bevonden, waardoor dat er vrij veel variatie in die stalen zat. Dus significante resultaten kunnen we hier niet uit concluderen. Maar we zien wel onmiddellijk een zekere trend terugkomen, waarbij dat imkers die al vrij lang, dus meer dan 10 jaar, een gesloten waskringloop aanhouden, dat die wasstalen toch het minste risico inhouden voor de bijengezondheid. Wat willen we nu met die analyses eigenlijk verwezenlijken? Samen met die analyses die we nu 3 jaar op rij gaan kunnen doen met het Frans bijenteelprogramma en de aankopen die we eigenlijk gedaan hebben nu voor de verenigingen van wastoestellen, willen we toch op zijn minst de gesloten waskringloop stimuleren bij de imkers. En daarnaast willen we ergens een bewustwording creëren dat de was die uit het broednest komt, dat die beter niet in de kringloop wordt gehouden. We zijn beland aan het punt steun voor het herstel van het communautaire bijenbestand. 4.1 Centraal georganiseerde selectiewerk. Sinds de campagne van 2016-2019 is de slogan van dit programmapunt Meten is wezen. Dus de keuze in het selectiewerk wordt bepaald door testresultaten. Niet meer op basis van de herkomst van de koninginnen en het procedé dat van toepassing is, doorloopt nu een 3-jarige cyclus waarin het eerste jaar wordt veredeld, in het tweede jaar wordt er getest en in het derde jaar kan er dan nageteeld worden met kennis van zaken. Op 7 november 2020
werd een voordracht gegeven door een van onze medewerkers over de modaliteiten van het selectiewerk. En als gevolg daarvan zijn snel nadien hebben zich 19 nieuwe imkers gemeld die wilden toetreden tot onze selectiegroep. Op 10 november vorig jaar werd een telemeeting gehouden met de 5 provinciaal verantwoordelijken over het terugoprichten van een provinciale structuur binnen het selectiewerk. We hebben daar een groen licht gekregen. Eigenlijk was men zeer overtuigd dat een provinciaal niveau zijn nut heeft binnen het selectiewerk. Er ontstaan dus twee structuren. Er zijn dus twee structuren. Enerzijds het comité selectiewerk Vlaanderen, dus dat dus al een aantal jaren dus lopende is en dat eigenlijk eerder regionaal acteert. En de provinciale selectieteams die we dus sinds dit jaar hebben opgericht. Hierover heb ik een korte PowerPoint. In deze dia worden de twee entiteiten, de provinciale selectieteams en het comité selectiewerk Vlaanderen, met elkaar vergeleken. De PST's zijn lokaal, provinciaal niveaus en kunnen bijvoorbeeld georganiseerd worden in de educatieve en experimentele bijstand. Het CSV is eerder centraal en wordt georganiseerd vanuit de UGent. De timing is ook verschillend, dus de PST's gaan vergaderen eerder op het einde van het kalenderjaar, dus in de maanden november en december. Daar waar dat voor het CSV eerder in het voorjaar is, de maanden maart-april. Wij verwachten dat op de PST's ongeveer 10 selectiewerkers zullen aanwezig zijn. En dit voor telkens voor de verschillende provincies. Op het CSV verwachten we al die mensen samen en verwachten we dus een 60-tal selectiewerkers en dan mogelijk nog een aantal geïnteresseerden of uitgenodigden. Dus het doel van de PST's is het terugblikken op de voorbije selectieronde, kennis maken, een grotere betrokkenheid creëren en de mensen enthousiasmeren. Daar waar het voor het CSV het doel eerder is, vooruitblikken op het volgende selectieronde, een totaalbeeld geven, organisatie en diversificatie. De items die op de PST's aan bod zullen komen zijn... Dus het bespreken van de testresultaten die reeds beschikbaar zijn. En dit doen we dus voor de ganse provincie. Maar we gaan ook individueel dus aan de aanwezige selectiewerkers dus hun resultaten toelichten. Dan kan er feedback gegeven worden en advies gegeven worden. Eventueel ter plaatse kunnen we het uitvoeren van testen organiseren. Bijvoorbeeld de SMR. Dus op dit moment is het zo dat wij selectiewerkers uitnodigen om dit in Gent te kunnen te komen doen. Maar het zou dus perfect kunnen mogelijk zijn dat we dus de stalen meenemen naar de provincie en dat we daar dus een microscopiedag organiseren bijvoorbeeld. Tijdens die PST's kan dus ook steun gegeven aan of uitbouw van lokale bevruchtingsstations. We kunnen dus de kunstmatige inseminatie voor het volgende seizoen organiseren. We kunnen ondersteuning geven voor breed-it, demonstraties bijvoorbeeld. Of training over testen of over moerteelt kan ingepland worden. Het is eigenlijk ook een kweekvijver voor nieuwe ideeën, zowel praktijk als onderzoek. Wat betreft het CSV, dat zijn de items die aan bod gaan komen eerder het bespreken van de globale resultaten. Toelichting geven over andere selectiegroepen. Dus we gaan bijvoorbeeld zwartebij.org, we gaan bijvoorbeeld Arista B-Research aan het woord laten en hen de kans te geven dus om dit forum te gebruiken iedereen in kennis te stellen van de vorderingen die zij maken. En voilà, ik denk dat deze transparantie dus zeer gewenst is. Het bespreken van onze selectieintenties. Dus iedere imker die dus zijn intenties te kennen kan geven en op die manier
We hebben daar een overzicht van. Afspraken over de financiële vergoedingen. Eventueel de organisatie van eilandreizen. Het verdelen van de staalnamenpakketten. Dus het is zo dat wij dan op basis van de intenties weten welke testen dus door de Imkers gedaan gaan worden en ook welke testen, voor welke testen dan speciale recipiënten moeten gegeven worden, buisjes, andere dingen. En die, dus we gaan dat op dat moment eigenlijk al aan de Imkers overhandigen, zodat ze die mee naar huis kunnen nemen en op het gepaste moment dat dan ook kunnen gebruiken. En eventueel kan dus voor deze grotere groep dan ook een uitnodiging, een voordracht op uitnodiging worden georganiseerd. We kunnen dus selectiewerkers uit het buitenland dus uitnodigen. We hebben op voorgaande evenementen bijvoorbeeld er is mensen van Aristabi Research uitgenodigd om een voorstelling te doen van het werk en de specificiteit van deze selectiegroep. Graag zou ik de resultaten van het centraal georganiseerde selectiewerk bespreken, namelijk dus van het voorbije werkingsjaar. Er waren 15 veredelaars, er waren 35 testers, dat was een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, en er waren 13 telers. Er werden in totaal 401 moeren veredeld, enorme toename ten opzichte van vorig jaar, waar we aan 253 stonden, en er werden 262 moeren getest, ook bijna 100 eenheden hoger dan vorig jaar. Wat betreft het reizen naar de bevruchtingseilanden, enerzijds hebben we dus het centraal georganiseerd vervoer. 301 moeren zijn getransporteerd naar Noordernij, 162 naar Spiekeroog. Dan was er ook nog de terugbetaling van de standgelden voor een aantal bevruchtingsstanden. Voor Karnica was dat Kreverhil, Erveskop en Silt. En dan voor Bukvast was dat Marken en Ameland. De moeren werden getest op veerkracht, gedrag en productiviteit. Het merendeel van die testen werden door de imkers zelf uitgevoerd op de bijenstand. Uitzondering hierop is de virusanalyse van de eitjes voor de suppressed in ovo virus infection en de varroa-reproductie voor SMR-suppressed mite reproduction. Omdat deze laatste nogal tijdrovend is, hebben we dit jaar de hulp van de imkers ingeroepen. En dit is een bijzonder positieve ervaring gebleken, die we in de toekomst verder willen uitbouwen. We laten een van hen aan het woord. Ja, ik ben Toon Jacobs. Ik help hier nu mee met het onderzoek naar de derrestalen. We halen de derretjes eruit. We kijken in de cellen. Voor te zien of er mijten in zitten. En de nakomelingen. Dus de derren zonder mijten, die komen in potje A. En dan hebben we ook nog celletjes waar we wel bij mijten in tegenkomen, met nakomelingen en zonder nakomelingen. Het zijn eigenlijk vooral de celletjes zonder nakomelingen die voor ons belangrijk zijn, die komen in het potje B terecht. Dit is nu een staal, een proper staal, met de juiste leeftijd van de poppen. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk en spijtig genoeg komen zo nog regelmatig stalen tegen die eigenlijk niet geschikt zijn, waarvan het broed eigenlijk nog te jong is. Dus een leeftijd hebben de poppen van 11 dagen tot 14 dagen en die stalen kunnen we niet gebruiken en dat is jammer. Dus daar zouden de imkers eigenlijk die hun stalen binnenbrengen eigenlijk echt meer aandacht aan moeten besteden, zodat we eigenlijk beter resultaten kunnen bekomen. Waarom ik dit meedoe, dat is ja, ik ben gepensioneerd en ik heb wat meer tijd. Ik vind het ook belangrijk dat er een oplossing gegeven wordt of gezocht wordt naar oplossingen
om het verwaprobleem en de bijensterfte te onderzoeken. En daarmee draag ik mijn steentje bij. Hartelijke dank, Toon Jacobs. Dan zijn we beland aan 4.2, Darwiniaanse selectie, en 4.3, lokale bevruchtingsstations. Het zijn twee programmapunten die perfect aansluiten bij onze lange termijnvisie. Met Darwiniaanse selectie begeven we ons op het domein van de natuurlijke selectie en het natuurlijk imkeren. Een stroming binnen de imkerij die waardevolle nieuwe inzichten kan opleveren. De lokale bevruchtingsstations zijn een cruciale stap om verder te kiezen voor lokaal aangepaste bijen en het bevorderen van de verspreiding van uitstekend genetisch materiaal van eigen bodem. Spijtig genoeg is het zover niet kunnen komen. Omwille van een klacht heb ik beide programmapunten on hold moeten zetten. Pogingen om hierin te bemiddelen hebben spijtig genoeg niks opgeleverd. Hiermee zijn we beland aan het programmapunt 4.5, training varroa-sensitieve hygiëne. Hiermee werd een historische samenwerking aangegaan met Arista-project, dat ondertussen in verschillende landen reeds werd uitgerold met uitstekende resultaten. Hierbij wordt een kweekprogramma gevolgd gericht op varroa-sensitieve hygiëne en gebruikmakend van single drone meting en handmatige besmetting van broed met varroa-mijten. Arista Bee Research Belgium was aanvankelijk zeer actief in Wallonië en krijgt trouwens belangrijke steun van het Waalse luik van het honingproject. Meer en meer Vlaamse imkers wensten aan dit project deel te nemen, vandaar dat het een logische stap was om ook vanuit Vlaanderen dit initiatief te steunen. We laten een imker hierover even aan het woord. Arista is een VZW van imkers uit België en de ons omringende landen die tot doel heeft bijen te telen die resistentie vertonen tegen varroa op basis van de eigenschap van varroa-sensitieve hygiëne. Arista kan hierbij rekenen op de steun van het Bilab van het Amerikaans ministerie van Landbouw in Baton Rouge, waar de VSH deelt in de jaren 90 begon, en voor wat betreft de wetenschappelijke ondersteuning op een team onderzoekers uit universiteiten en instituten in verschillende Europese landen. Arista vormt en ondersteunt zowel Kernica, Nigra als Buckvast imkers. De vereniging bestaat uit 7 deelgroepen, waarvan Arista Vlaanderen er 1 is. Arista geniet nu ook de steun van het Vlaams bijenteelprogramma, waarbij het de bedoeling is om de ontstaande kennis te delen met de Vlaamse selectiewerkgroepen en de imkers in de VSH-teelt op te leiden en te ondersteunen. De Europese Commissie en de Vlaamse overheid hebben belangrijke inspanningen gedaan om de Vlaamse bijenteeltsector te ondersteunen. Het geld is goed besteed. 2 voltijdsequivalenten werden te werk gesteld op het Vlaams bijenteeltprogramma VZW. Ze hebben dit programma ten volle ondersteund. 245.000 euro aan werkingsmiddelen werden besteed. 63% ervan, of 155.000 euro, werd uitbetaald aan de imkersverenigingen ter ondersteuning van de lokale werking of specifieke programmapunten die zij hebben uitgevoerd. Daarboven ging 48.000 euro naar het ILVO voor kwaliteitszorg en risicoanalyse, 9.400 euro naar Rintertech voor pesticiden residuanalyse en 31.000 euro naar de Universiteit Gent voor de virusanalyse. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de imkers altijd de begunstigden waren. En zo hoort het ook in een steunprogramma voor een bijenteeltsector. Ondertussen is het 3e werkingsjaar van start gegaan. De nieuwe campagne moet straks worden uitgetekend. En als wetenschapper heb ik daar een uitgesproken mening over.
Graag had ik die even met jullie gedeeld. In deze korte presentatie ga ik een toekomstbeeld schetsen voor de imkerij. Het is een persoonlijke visie die vooral is ingegeven vanuit de projectfinanciering zoals die nu door de Europese Commissie wordt ondersteund. Daarin zien we dat wat betreft de bedrijfsvoering, mitigatie door bedrijfsvoering, dus eigenlijk het zoeken naar een oplossing voor de problematiek van de bijensterfte, dat men daarin twee belangrijke stromingen ziet. Dus enerzijds het terugkeer naar de natuur, wat we de apicentrische bijenhouderij zou kunnen noemen, of degene die zeggen de mensheid zal het probleem wel oplossen vanuit geavanceerde technologieën. Zo dat je ook binnen de selectie deze twee belangrijke stromingen ziet. Dus terugkeer naar de natuur, met name dan de Darwiniaanse selectie. En dan de keuze, de mensheid zal het wel oplossen, bijvoorbeeld in dit geval via marker-assisted selection. De tijd is te kort om deze verschillende gedachtegangen dus verder te ontwikkelen. Maar wat zijn de consequenties, de krijtlijnen voor de toekomst die ik zelf persoonlijk zie? Wel, in eerste instantie zie je dat er duidelijk de harmonie van het volk, dat we dat terug moeten respecteren. Mogelijk vanuit minder interventies vanuit door de imker. Het respecteren van de biologie van het insect en dit door terug te keren, te kijken naar de natuurlijke processen of onze kennis hiervan. We moeten bijen hebben die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. We moeten coevolutie tussen bijen en hun ziektevekkers toelaten. Er zou een grotere genetische diversiteit dienen te zijn van onze bijenstapel. Een grotere veerkracht van het volk in zijn brede zin, zowel naar ziekteverwekkers, maar ook klimaatsverandering en pesticiden. En bijen zouden meer in balans moeten zijn met hun omgeving. We zouden bijvoorbeeld de koloniedensiteit beter moeten afstemmen op de draagkracht van het drachtgebied. Dit is waarschijnlijk niet onmiddellijk haalbaar. Vandaar op korte termijn en dan met betrekking tot het luik selectie. Ik denk dat we onze focus moeten leggen op veerkracht tegen ziekteverwekkers. En hierin past dus de propagatie van het uitstekend teeltmateriaal van eigen bodem. We gaan dus die lange termijnsvisie stapsgewijs moeten proberen te halen. Dat betekent ook dat we moeten opletten met zaken die er nog niet klaar voor zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan marker-assisted selection, die zou verder gevalideerd moeten worden. En pas dan kan die eventueel de plaats innemen van de huidige fenotypering. Verder is het zo dat we de verscheidenheid binnen de imkerij moeten respecteren. Imkers hebben vaak een voorkeur voor een of andere selectiewerkgroep, als het is Aristapi Research, Bibreed, of het centraal gestuurde programma vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma, maar er zijn er nog, bijvoorbeeld de selectiegroep rond Noël de Schrijver, zwartebij.org. En ik zou vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma nooit een specifieke keuze maken voor een of andere, maar eigenlijk de voorkeur van de imkers respecteren. Hetzelfde is zo voor de voorkeur voor de een of andere ondersoort of ras. Is het nu Carnica mellifera boekvast? Blijkbaar leeft dat toch wel heel erg binnen de imkerij. Persoonlijk is het zo dat mijn voorkeur uitgaat naar het ontwikkelen van een ecotype dat perfect fit in de ecozone waarin we ons begeven. Maar ik respecteer dat inderdaad ondersoort en ras voor de imkers een belangrijk item is. Dit lijkt mij het pad naar dus onze lange termijnsvisie. Hiermee eindigt mijn rapport van het Vlaams Bijenteeltprogramma. Hartelijke dank voor jullie aandacht.